Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 10 december van Weerplaza. Vandaag profiteren we van een rug van hoge druk. Het blijft tot de avond op veel plaatsen droog. De zon schijnt vanochtend van tijd tot tijd tussen de wolken door. In het zuidoosten is het wel koud, want aan de grond heeft het licht gevroren. Aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur tussen de 2 en de 4 graden. Vanmiddag wordt het 5 tot 7 graden. De wind trekt aan vanuit het zuiden. Er komt een vrij krachtige tot harde wind te staan, windkracht 5 tot 7. Tot de avond is het nog droog, zoals gezegd, maar in de avond gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur daalt vanavond naar 4 tot 5 graden. En ook vannacht is het nog regenachtig. Morgen verlaat het gebied met regen via het oosten het land. In de ochtend breekt de zon door vanuit het westen. Smiddags is het veelal droog, maar in de avond kan er weer een enkele bui vallen. Donderdag, vrijdag en zaterdag is het ook wisselvallig met van tijd tot tijd een paar buien. De meeste buien verwacht ik op de vrijdag en ook dan waait het flink vanuit het zuidwesten, mogelijk storm langs de kust. Temperatuur ligt rond de normale waarde van 6 graden in de middag. Mijn naam is Diane Boey van weerplaza.